er is nog steeds een zwart gat waar het gaat om een periode van 2,5 uur, waar wij niet precies van weten wat Jury toen heeft gedaan. Ik wil dan toevoegen dat het niet zo is dat als je eenmaal in het Olympisch dorp zit, in de Olympic Village, dat dat een concentratiekamp is en dat je daar zelf niet uit mag en dat er... dat we niet uitgaan van eigen verantwoordelijkheid van atleten. Het is wel zo dat we met alle atleten ook vooraf hebben afgesproken in verband met de veiligheidssituatie in Rio. Als je het dorp uitgaat, laat dat gewoon even weten. Eigenlijk pas in de loop van de volgende ochtend van die zondag werd duidelijk dat hij op bed lag. En ja, dat is niet de manier waarop je met respectvol met elkaar omgaat. Ik ben natuurlijk, ik denk net als jullie, benieuwd naar de overwegingen van de rechter uiteindelijk. Nou, dat zal in de loop van de volgende week of de week erop, ik weet niet precies wanneer de rechter met zijn motivatie komt. Ja, daar zullen wij natuurlijk ons verder in gaan verdiepen en ook kijken of daar ook lessen uit kunnen worden getrokken naar de toekomst.